Hallo, ik ben Erwin Java, gitarist, professioneel gitarist sinds 1978, zeg ik zelf altijd. Ik heb bij diverse bands gezeten, waaronder Herman Brood en 25 jaar met Harry Musquet in de laatste editie van Q&A Blizzards. Velen niet onbekend, denk ik. En sinds 4 jaar ben ik bezig met een nieuwe band, King of the World. Ik opereer eigenlijk voornamelijk in het blues segment, hoewel ik voor mezelf vind dat dat vrij breed is. Dat kan van rock zijn tot meer traditioneel of roots-achtig. Dat is eigenlijk wie ik ben. Ja. De reden waarom ik naar blues ben gaan luisteren is, ik had veel oudere broers. Die waren 18 tot 19 jaar ouder dan ik. En die hadden allemaal platen. American Folk Blues Festival. Veel bluesplaten. En dus ook platen van Freddie King en B.B. King. Maar ook van de Stones. Terwijl mijn leeftijdgenoten die luisterden naar Genesis of naar Pink Floyd of weet ik wat. En daar had ik eigenlijk niks mee. Ja, wat ik te gek vond was bijvoorbeeld de eerste plaat van John Mayall met Eric Clapton. Terwijl mijn leeftijdgenoten, die kenden Clapton alleen van I Shot the Sheriff. Die zeiden van, ja, kan die gitaar spelen dan? Weet je wel, die kenden die oude platen niet. In die tijd dan oude platen, hè. Die waren toen al oud, zeg maar. Hè? Dus Bluesbreakers is uit 1965. En in 1972 had Clapton een grote hit met I Shot the Sheriff, zeg maar. Door die platen van Clapton kwam ik ook op het spoor van Freddie, B.B. King en Albert King. En in 72, of ja, 72 wel, deed Freddie King de Kolk aan. Dat is een theater in Assen. Nou, dat is nog steeds een van de mooiste concerten die ik heb gezien. 72, ja, live. Ik was, 16 was ik toen, ja. Dus ja, Freddie King is the man. Ja. Rolling, yeah. Rolling on the river. Right now. Cleaned a lot of plates in Memphis. Pumped a lot of train down in New Orleans, but I never saw the good side of a city until I hitched a ride on the riverboat. Het project van vanavond is een eenmalig project. Ik ben uitgenodigd door de organisatie van de club om een protégé van hun, de zangeres Di Reed, Amerikaanse zangeres uit Texas. Ze woont nu in L.A., maar oorspronkelijk komt ze uit Texas, te begeleiden. Zij is eigenlijk normaliter achtergrondzangeres in de band van Rod Stewart. En daar doet zij altijd, heeft ze één highlight, dat is Proud Mary. En dat is opgevallen bij enkele jongens van de organisatie hier. En die hadden echt zoiets van, nou, dat meisje dat moet eigenlijk blues gaan zingen. Hè? Blues, soul, nou een beetje, hè? Dus, gewoon niet dat poppiewerk, zeg maar. En ik kende hun ook omdat ze ook bemoeienis hadden met Q&A the Blizzards en ook met King of the World. Dus zij dachten aan mij om dan misschien voor een eenmalig project dat in elkaar te zetten. En dat heb ik gedaan samen met fantastische collega's uit Groningen. We hebben keihard gewerkt. We hebben een repertoire, zeg maar, hebben we gekozen wat eigenlijk door de organisatie ook samengesteld was. En door Dai, zelf natuurlijk. Om haar toch een beetje thuis te laten voelen in de blues, zeg maar. Red House bijvoorbeeld. Maar ook wat soul nummers, Hold On, I'm Coming. Dat soort nummers. River of Tears van Clapton. Maar zo is het dus ontstaan. Het is een eenmalig project. Klinkt spannend. Klinkt heel spannend, ja. We hebben ook veel werk verzet.
We hebben gisteravond hebben we elkaar voor het eerst ontmoet, zeg maar. Ik had Dai nog niet eerder gezien en zij ons ook niet. Dus voor haar ook heel spannend. Want ja, ik bedoel, wij zijn niet de Rod Stewart band, weet je wel, waar ze al jaren mee toert. Dus zij wist helemaal niet hoe goed of slecht of weet ik veel wat wij zijn. En dat ging heel lekker gisteren. Ja, ging heel, ja. Tenminste, ik hoop dat zij dat ook vindt. Ja, ze heeft wel laten weten dat ze het great vond. Ja. Kijk, waar het natuurlijk in de blues uiteindelijk op gaat, is je moet vanuit je gevoel spelen. Maar dat doet iedereen, dat kan je in de jazz ook doen. Maar als je muziek speelt zonder dat het vanuit je hart komt, blues is eigenlijk een basisgevoel voor alle soorten muziek. Je moet gevoel laten spreken. Je moet eigenlijk, of je nou zingt, of saxofoon speelt, of een gewoon een instrument. Je moet het zingen, zeg maar. Weet je? Je moet, ja, vind ik. Vanuit je hart. Vanuit je hart, ja. Ja. Vergeet alle techniek en alle toonladders en weet ik veel wat. Het is praten vanuit je gevoel.